Yo, doorgaan. Yo, Enzo. 3, 2, 1, de topsnelheid. Ik moet uiteindelijk die brommers zien en denken, holy shit, dat is dit. Dit is het oude appartement waar Enzo komt. Is toch al een ziek plaatje zo met die knippel. Sorry, je mag maar terug. Ik glit! Ah, mijn telefoon is geflikkerd. Kom, gun. Hey, mensen, Monsio. Welkom iedereen weer bij een gloednieuwe video. Vandaag is de dag. Oh, stop eens, jongen. Vandaag is de dag. Officieel, doe eens niet, jongen. Ik heb jou één keer gesplashed. Oh. We gaan vandaag de Aerox van Enzo Knol ophalen. Dus we gaan straks met z'n allen naar Zeist toe. En dan gaan we gewoon officieel. En dan ga ik jullie straks vertellen wat we aan de Aerox gaan doen. Want dat wordt niet zomaar iets. Dat wordt even een goede poef. 70cc. En niet alleen dat. Maar dames en heren, zoals jullie zien is er heus geen onweer op komst. Ik ben even Floris eten aan het geven. Ik vind het altijd zo vet vanaf dag na onweer hoe het straks eraan toe is als het volledig gaat omweren. Dus we gaan eerst even Kevin de Pauw laten schrikken. Meestal reageert Kevin de Pauw op harde geluiden. En ik heb ook helaas heel slecht nieuws over de Eurotram. Natuurlijk weet je dat zulke Eurotrams turntrampolines zijn. Die zijn mokertje duur. Waarom? Omdat dit net helemaal handgemaakt is genaaid, zeg maar. Zo gek onweer. Ik wil echt een keertje onweer gaan volgen waar het precies is. Lijkt me zo vet. Wat is er nou gaande? Boom! 2 gaten erin. Nou blijkt het dus een indoor trampoline te zijn. Dus het leuke eraan is dat deze trampoline niet voor buiten is. Omdat deze trampoline niet tegen water, wind en zonlicht kan. Kevin de Pauw. Ik word ook 6 uur 's ochtends al wakker gemaakt, Kevin. I love it. Binnenkort KFC. Dit gat wordt steeds groter. That's what she said, Lana Rhodes. Nou ben ik dus letterlijk fucked. Wingardium Leviosa. Zo, wait. Kijk dan even wat een weer, jongens. Eigenlijk lijkt me best wel vet om een keer te gaan crossen in zo'n regen. Jongens, dat gaan we gewoon doen. Het staat op de bucket, lijkt me. En hoe gaat het met onze Floris? Kom op, doe de plas. Let's go. Lekker, maat. Lekker, lekker. Het zinnelijk maken van Floris is nog steeds een drama. Want hij poepte vanochtend niet normaal veel. En dan pak je het op en dan valt het precies op je been. Ik heb nu puppycurs. Wat? Ik kom net het huis in. Voor de mensen die nu... Voor de mensen die nu aan het eten zijn, doe even 1 seconde je ogen dicht. Help mij opruimen. Nee. Maar ook er doorheen lopen. Romy, laat je nasus. Oh, je hebt je wenkbrauwen gedaan. Zo, Angry Bird. Oeh, een guardian in de buurt. Oh, het is echt dikke Nardo Grey, maar dan paars. Hield je blijven overnachten? Ik heb net eten opgehaald. Nee. Wie moet al het poep opruimen? Mijne, die poept niet in huis. Die heeft laxeermiddel. Dat wil ik ook wel. Maar hoe was rijles trouwens? Ik was echt niet blij met jou. Romy had vanochtend rijles. Flashback! Succes, Romy. Wel, succes. Ik ga filmen als je wegrijdt, ja? Doei. Dit is Romy in haar natural habitat. Hier gaat ze. Weet je wat mijn rijinstructeur nou niet allemaal denkt over jou? Dat maakt niet uit. Ja, monster tuba en de monster gang. Zie. Waarom moet je zo'n hoge stem altijd op hebben? Dat is echt zo typisch. Romy heeft nog niet gezien. Kijk eens aan. Wow. Oké, dat is wel heel ziek. Ja, die is dik, hè. Jouw nagels versus de uitlaat. Dus voor het eerst dat ik een keer gewoon schoon en... Scheet nou over niks om mijn uitlaat. Nee! Oh, jongen! Hé, maar jongens, als dit op de KTM komt, dit vind ik nou echt een... Kun jij shoot the fuck up voor het midden? Enige nadeel is, als dit roest wordt, dan is het echt... Want ik moet dit elke keer bijhouden. Na elke rit moet ik het even insmeren met olie. Anders heb je zo'n roestig haar zoals Romy. Hey, Romy, we love your hair. Echt beautiful ginger hair. Hallo? Kijk eens wie wij hier hebben. Onze! Hey, met een Defcon badge. Weet je? Goed, maat. Die heb ik ook besteld. Alleen op AliExpress, dus...
Wat vind je van mijn nieuwe brommer? Mooi Kimco. Nee. Romy Anshaudin. Dien, kan jij niet? Wat doet die hond binnen? Ah nee, zo kun je niet zijn. Dan heeft hij daar een plasje gedaan. Ah. Kijk eens aan, hebben we hier ons waterpistool. Even wegsproeien dit. Waarom ook precies hier? Waarom niet gewoon daar? Het regent daar toch? Hij vindt, hij vindt het niet leuk. Stiekem vind je het wel leuk. Trouwens, over de wheeliefiets gesproken. We moeten binnenkort weer even dikke content gaan maken met de wheeliefiets. Nee. Niet op YouTube. Jammer. Nee, bedoel, ik ben al wat. Kom op. Niet op mijn haren. Dat vind ik niet leuk. Ja, die hond. Nee, grapje, dat doen we niet. Hij hond, het buiten gepist door jou. Jouw hond. Die loopt zo, jij laat die naar binnen, hè? Zo, even shout-out naar Monster Dad, want ik mocht de Raptor anus weer even lenen. Wel natuurlijk LPG en benzine betalen en dat wordt jank natuurlijk. Want zo Ford Raptor uit Amerika al helemaal. Voor de mensen die een Dodge Ram ook kennen, niet normaal hoeveel zulke dingen zuipen. En dan denk je achterin nog een dikke gastank te hebben van 250 liter. Maar ja, die is ook binnen echt een kwartier al. Ja, dat ook weer niet, maar zo snel. Maar ja, we moeten nog even één ding aan zijn kont naaien. En dat is... Zo, de aanhanger zit er officieel achter nu. Laatste keer dat ik de aanhanger mee had, was toen ik de Aerox weer ging halen. Is iedereen ready? Oké, we moeten naar Zeist toe gaan. Dat is waar Angie Knol lives. En Gordalom! Ja. Please put your seatbelts on. The Boeing 737 is gonna launch. Wat? Oh, oh nee! Oh nee! Waar heb ik geraakt? Jammer dit, de Seat Lambobiza is geen Lambobiza meer. De Seat Lambobiza is officieel een airhawk. Hé hey, maat, raad eens wie zijn rijbewijs heeft. Motorrijbewijs. Echt? Ja. En je zei tegen mij dat je volgende maand pas opging ofzo? Ja, maar dat was prank. Weet je waarom? Omdat iedereen dan gaat vragen wanneer moet je op, wanneer ga je op, welke tijd. En dan gaat iedereen me appen, ben je geslaagd. Dan moet ik tegen iedereen gaan teleurstellen, stel voor je bent niet geslaagd. Wanneer heb je hem gehaald dan? Maandag. Mij heeft hij de hele dag genegeerd, hè? Mijn moeder attendeerde dan mij om eten. Ja, ik moest eten, joh. Ik had honger. Mijn ouders hebben me verlaten, die hebben me letterlijk onterfd. Nou, dames en heren, we zijn in Zeist aangekomen. Welkom te San Francisco. Woehoe. Heel dorp weet dat Enzo hier woont ook. Vallei, toch? Ja. Ik vind het altijd grappig voor de mensen die in Zeist wonen of mensen die het herkennen. Herkennen jullie vast wel deze straat hier waar je zo in rijdt? Zeist ziet er wel dik uit, jongen. Ho, Enzo Knol woont hier. Dames en heren, we zijn officieel in Zeist aangekomen en hier moet de Aerox staan van Enzo. Ik ben benieuwd of hij het doet. Ik ook. Gaat het proberen? Ja. Ga het gewoon proberen. Kijken of hij aangaat. En wie weet. Kijk eens aan. Dit is de scootershop. Een dikke Vespa. Dat is van jou, hè? Jij rijdt Vespa. Hey, Justin Bieber Vespa. Justin Bieber, daar sta je. Justin Bieber Vespa. Nou, dames en heren. We zijn in een scooterwinkel aangekomen. Jouw scooterbedrijf heet... PW Schrevendijk. Nou, aangenaam. Hi. Doran. Hi. En eens even kijken. Oh, daar staat hij dan. Zo, het ziet er nog best wel dik uit, die van Enzo, hè? Ja. Er zit een wok staat op. Nu niet meer. Oh, niet meer? Maar daarom is hij nu helemaal origineel. Oh, oké. Okay. U hebt hem gewoon terug... Hij ging niet te hard. Oh, hij ging niet zo hard. Zit er gewoon 50 onder, of? Ja. Oh, oké. Okay. 70cc gaat eronder. Ja, we gaan hem even flink opvoeren. Maar eigenlijk de main ding waarom we hem gaan meenemen is, we gaan hem airbrushen. Ken je hoeveel dat kent? Ja. Airbrushen en daar gaan we helemaal Red Galaxy van maken. Dus eigenlijk alle kleuren. Er zit al stuntstuur alles op, hè? Echt wel dik, ja. Ja, dit is gewoon de Aerox van Enzo Knol, ja. Ja, bruut. Dus er zit geen wok op, dat moet ik echt zeker weten. Ja, anders kunnen we nog even checken. Hij is naar RDW geweest. Ja, en je kunt online ook nog zien of er geen wok op zit, ja. Ja, ja. RDW. Alleen hij loopt nu 45. Ja. Is deze ook van de Enzo? Ja. Van zijn vriendin of van hem? Nee, ik zal die neerzetten. Vespa met hier Justin Bieber erom. Hoe heeft Enzo hier een wok dan opgekregen? Want... Nou, er zat een Yasunia uitlaat op. Maar via video's een wok gekregen? Of gewoon via... Nee, een jongen die op zijn huis past, die had erop gereden. Toen buiten zijn huis kreeg hij een wok. Zo, die loopt wel lekker. Dames en heren, we rijden niet op de openbare weg. Dit is nog privéterrein, dus we hoeven geen helm en alles op. En we rijden maar 2 km per uur. Let's go. Zo,
nou wordt het volgende ding op de aanhanger zetten. En ik bedenk me nu, ik hoop dat ik een oprijplaat mee heb. Want ik zie hem hier niet tussen staan. We are fucked. Ja, we are fucked, bro. Nou, Romy zit in de auto, daar hebben we ook helemaal niks aan. Dat wordt optillen, dames en heren. Ha, dames en heren, hij staat. Poh, helemaal ready om weer terug naar ons huisje in Nijmegen mee te gaan. Moet wel zeggen, het ging niet zoals in Harry Potter. Dit was hoe het ging. Die heeft mijn camera laten flikkeren. Dus hij staat vast en stevig. Oh, ik ben zo benieuwd, dames en heren. Ik ga jullie straks vertellen wat wij er allemaal aan gaan doen. Welk lijstje ik jullie ga geven, wat er allemaal opkomt. En we gaan nu even eerst naar huis en dan... Dus het voelt toch apart dat de Aerox van Enzo is. Het is ook gewoon een scooter. Ja, het is gewoon een, brommer. Hij is zo standaard als weet ik wat. Behalve de rolletjes waren opgevoerd, hè? Ja. Zei hij, ja. Ik vond al wel je Sony uitlaat onder, dus dat is goede poef. Nou, dames en heren, we gaan weer richting Housen. Weer lekker een uurtje rijden. Jongens, heel toevallig, maar dit is het oude appartement waar Enzo Knol dus woonde. Echt super grappig, want dit is op de weg naar huis. En Dien kwam er in één keer mee, dus ja, best grappig. Ik herken het ook echt van de video. Als wij toch een waterpistool bij hadden. En dan? Zo. Wij zitten al heel de tijd auto's spotten. Ja. Zij heet het bezig aan het rijden, heet het zitten we auto's spotten. Dames en heren, we're back home again aangekomen. En Kiksaan, je Yamaha Air Hawk, die gaan we even nu losbinden. En dan kunnen we even een testrit maken om te kijken hoe snel die gaat. Hij staat er, dames en heren, helemaal vanuit Zeist naar Nijmegen gegaan. Nou, dames en heren, dan gaan we eens even kijken hoe goed de Enzo Aerox is. We moeten deze niet de Monster Aerox noemen, maar de Knol Aerox. De R Enzo. Enzo Rox. Dat is een even goede naam voor de Aerox, die van Enzo Knol is. Ik heb de Monster Zip. Ik vind het ook zo mooi dat op de sleutel gewoon Knol staat. Even ook dik shout naar Enzo Knol dat we deze mochten uitlenen om hem ziek mooi te tunen. Oh, hij start al lekker hoor. Hij rijdt in principe wel lekker, vind ik hoor. Hij gaat sneller als Romy. Romy heeft ook een snoorplaat. Hij is ook gewoon begrensd, dus hij is helemaal legaal, dames en heren. Moet wel zeggen, de uitlaat dempt enorm hard, zeg. Jeetje. Uit zo'n Aerox kan zo'n dik tweetakt geluid komen. Hè? Dat is niet normaal. We gaan straks even de topspeed uittesten, want ik weet dat jullie daarnaar benieuwd zijn. En ik zelf ook natuurlijk. We hebben twee Yamaha Aerox naast elkaar. Welke vind je nou het dikst? Ja, ik denk die nu nog. Die van Enzo, hè? Ja. Ja. Ik ga jullie alvast één ding vertellen. Voor de rest, ik ga jullie vertellen wat er met de kappen gaat gebeuren. En dat was vooral de main reason waarom Enzo hem aan mij gaf, zeg maar. We gaan dus het volgende doen. Dat is, we gaan alle Aerox kappen eraf halen. Dus van mijne en die van Enzo. En dan gaan we alle kappen letterlijk rood airbrushen. En ik laat jullie even een voorbeeld zien. Wat jullie dus hier zien bij de zip, dit is dus helemaal geairbrushed. En dat betekent dat letterlijk alle kappen, het is een soort van spuiten. Maar dan ook met logo's erop. En het is een hele andere manier, maar het is zo'n dik effect. Je gaat letterlijk in de lak, zeg maar. Dus bij de zip wat we hebben gedaan is Forged Karma Fiber, zoals jullie zien. En bij de Aerox gaan we precies hetzelfde doen. Nou ga ik mijn kappen niet forged maken, maar alles wordt compleet galaxy-achtig. Dus die van Enzo wordt helemaal rood galaxy-achtig. En die van mij wordt helemaal paars galaxy-achtig. Dus dat is wel dik, hè? Fucking dik. Ja. Ja, dus rood en paars zijn eigenlijk monsterkleuren. Maar Enzo is een knaalkleur, is ook zeg maar helemaal rood. Mijn is ook rood, maar ook paars. En ik heb al een heerlijke Yasuni uitlaat. En dat klinkt wel lekker. Hier nog even een power filter erop, niet? Die van Enzo. Hij is goed warm al gelopen, dus nou, hij loopt wel lekker, die van Enzo. Oh ja, en we gaan nog even lekkere Karma Viber dingen erop zetten. Dan heeft de zip al wel hier super bruut. Deze heb ik zelf gedaan, hè, de achterspatbord. Ja, dat weet ik. Gyro dip. Maar ik ga gewoon een rood lichtje inzetten. Alles wordt paars en dan ga ik hier twee rode lichtjes inzetten. Ik denk, het is toch stront illegaal dan, 70cc, maar maakt niet uit. Dus dames en heren, dit is toch wel een ziek plaatje zo met z'n drie op een rij. Ik ben blij, want ik heb het echt gemist om weer tweetakt te gaan rijden. De zip is natuurlijk niks mis mee. Maar sinds ik de schakelbrommer weg heb en de KTM voor ombouw weg is, mis ik het tweetakt geluid gewoon. Jullie begrijpen me wel. Thomas hebben we natuurlijk nog. Dikke Thomas. Maar ja, nu is deze standaard. Er zat eerst een wok bij de Aerox van Enzo Knol. Nou, die is er gelukkig nu afgehaald. Dus we gaan even testen hoe hard die nu loopt. Dan kunnen we even kijken welke dingen we nou het beste erop kunnen zetten. Dus eigenlijk niet. Ik wil hem gewoon even testen hoe hard die loopt. Om even te kijken hoe goed we hem kunnen opvoeren. Let's go. Dan is het nu tijd om de snelheid te gaan testen. En ja, ik heb er nou mee gereden en tot nu toe rijdt hij echt super lekker gewoon. Hij rijdt super smooth, hoe een Aerox ook echt hoort te rijden. Maar hij dent wel super veel in, dames en heren. En dat is, ja, hij is gewoon standaard. Ik ga jullie straks nog steeds vertellen wat we van plan zijn om erop te zetten. Maar eerst even de snelheid checken van hoe hard hij nu gaat. En ik ga momenteel nu naar een privéterrein toe. En daar kan ik zo hard mogelijk als ik wil gaan. Dus dat is een privéterrein. Dus op eigen terrein mag je doen wat je wil. 3,
2, 1, de topsnelheid. Oké, hier gaat hij. Hier gaat hij. Ik hoop dat hij boven de 45 komt. Want 54 mag nog net eigenlijk. Want 55, dan krijg je een bokstatus. 49, kom op. Kom op, 50. Haal die 50. Kom op, Poepie. Kom op, alsjeblieft. Nee, nee, ik kan het zo niet tegen. Kom op, haal 50. Ik moet zo huppen en dan gaat hij de 50 halen. Kijk, een hupje. Boom, dan haalt hij 50. Precies 50. Holy shit. Echt precies 50 km per uur. Zo, kijk eens aan. Sweet home, back home aangekomen. En kijk eens wat wij hier hebben. Oh, we mogen één geradel. Ik heb gekocht. Heus geen kapsalon. Een verse juicy. Oeh. Genieten! Hebben jullie ook altijd als je SpongeBob kijkt en je ziet dat hij in een Krusty Krab bezig is en die hamburgers maakt, dat je altijd zin in krijgt, dat je altijd honger krijgt? Ik dus wel! Maar wij gaan nu eerst even naar puppycursus met Florianus. Want na de puppycursus ga ik jullie vertellen wat we allemaal op de Airhoes gaan doen van Enschknol. Dus wat er allemaal... Ah nee, ze kun je niet zijn. Ah nee, ik kan... Ja, loop dan daarin, Piet Jangbal. Nou dames en heren, we zitten momenteel in de auto. Jultje past echt perfect in die man gewoon. We zijn met Jultje, zusje van Garfield. En we zijn met Florianus. Dus ik pak dat poep op met mijn scherms. Ik loop naar buiten. Valt hij nog net op mijn been. Echt zo goor. Echt zo'n druppel op mijn been. Dat is echt zo goor. Zo dames en heren, we zijn bij puppycursus aangekomen. En hey, kom eens, dit kun jij. Dit kun jij. Kom maar, dit kun jij. Ja, goed zo. Het was wel leuk geweest, want nou gaat Floris, zeg maar, die gaat elke keer naar puppycursus. Maar normaal was het, zeg maar, eerst Floris en dat Garfield ook zou gaan. Het zou wel leuk zijn als ze allebei naar puppycursus gaan. Dat was één grote catastrofe, niet normaal. Zo, kijk eens aan. De hele puppy. Oh, oh nee, oh nee. Goed. Lukt het bij iemand? Maar als jouw stap... Hallo, you boobie boobie boobie. Als jij jouw pup nou laat loslaten bij die... Ja, chaos. Her de wereld, Roland. Ik ga gewoon meespelen. Ja, nu zijn ze bang. Zo, dames en heren, is nu puppycursus echt voorbij. Tijdalarm gaat af. Kom, jij in de mand. Yo, doorgang. Yo, Enzo. Ja, ik ben in de Albanië en ik was in de bergen, dus ik had geen bereik, helemaal niks. Dus ik ben nu pas weer net beneden, met een beetje bereik. Oi, 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 genieten, man. Poh. Thanks. Ik heb jouw brommer. Hij wordt geairbrushed. Wil jij die tuning nog erop hebben met 70cc, Sony, weet ik veel wat allemaal erop? Ja, maak hem maar fucking dik. Gooi alles maar erop. Oké, is goed. Nee, komt helemaal goed. Geniet twee, ik hou je niet verder. Ja, hij moet wel goed lopen. Hij moet niet hard optrekken en dan inkakken en dan weer hard. Ja, daarom. Het afstellen is vooral, ja, het cilinder en alles is er zo ingedaan. Alleen het afstellen, dat doen we echt wel heel goed. Doen we even een week elke dag, elke uur even testen hoe die loopt. Dat die straks perfect loopt. Ja, dik hoor. Nice. Ja. Ik moet uiteindelijk die brommer zien en denk, holy tieten, dat is dik. Holy tieten. Ja man, precies. Holy tieten. En jij die mij niet vertellen dat jij nog een Vespa hebt? Ja, ik heb nog een Vespa, ja, klopt. Wat? Ja, zo'n Justin Bieber editie. Ja. Ik heb mijn A1 rijbewijs trouwens eindelijk gehaald, dus... Nee, ja. Gefeliciteerd man. Super. Ik bijna die examinator knuffelen en hij zei, wat ga je doen? Ja, ik ga Willy vakantie en alles. Hij zei, niet beste. Gaan binnenkort even rijden, dat is sowieso even dik. Ja, heel vet. Is goed, we spreken nog af. Laat maar weten, ja? Komt goed. Hallo. Ja, Romy voelt zich niet zo lekker, hè? Moet je nou huilen? Ik voel ook zweet. Echt, emoties van Romy is echt... Nee, maar dames en heren, ik ben terug van puppycursus, was helemaal goed. Ik ga jullie eigenlijk gewoon nu vertellen wat we eigenlijk dan van plan zijn om op de Aerox te doen. Maar ik ben dus van plan om een 70cc erop te zetten. Misschien MK2 Stage 6 of natuurlijk carbon fiber covers erop. Natuurlijk een dikke spruitstuk, een dik membraan erop hebben dat die echt perfect goed loopt. En een goede sproeier erop. En het afstellen, dat is natuurlijk het meeste werk. En wat ook altijd goed helpt, een dikke variateur kit erop te hebben. Goede snelle rolletjes ook. Romy, weet je wat een Aerox überhaupt is? Ja, dames en heren, ik zou zeggen, ben je nog niet geabonneerd? Abonneer dan zeker om bij de Mons Gang te horen en dit hele project mee te maken. En binnenkort ook te zien hoe Enzo Knol gaat reageren op zijn nieuwe Aerox. Gaan we zo over zeggen, strijders, dan zie ik jullie weer in de volgende video. Bye bye.